collega's nou bezig, zeg maar. Dus eventueel kan je een afspraak maken via ja, dat hebben we al geprobeerd, maar dat wordt niet aangenomen. Ik heb bijna een half uur aan de telefoon gezeten, dat is niet aangenomen. Het is heel dringend dat we dit afgeven en dat we die aangifte doen. Het is echt heel dringend. Ja, nou ja, maar goed, je kan nou geen aangifte. Al gebeld. Ja, ja, ja. Je kan nou geen aangifte doen. En waar wil je precies aangifte doen? Het is aangifte van de verkrachting en van moord en van seksueel misbruik, herhaaldelijk misbruik. Dus het is niet het minste. Het is een hele belangrijke zaak. Ik denk cruciaal voor bodemgraven, omdat het hier heeft plaatsgevonden. Mm. En ja, we willen dit afgeven en dat het ingenomen wordt. Heel belangrijk. Noodzakelijk. Echt, het is een hele dringende zaak. Het is echt een hele dringende zaak. Ja. Van verkrachting? Moord en misbruik. Ja. We kennen Joris Demmink allemaal als kindermisbruikende secretaris-generaal van Justitie. En hij wordt dadelijk denk ik opgehaald door zijn chauffeur. Zoals elke dag. Die laat hij dan meestal een half uur wachten, hebben we ontdekt. Misschien dat dat nu ook weer gebeurt. Meneer Demmink, misbruikt u nog steeds kinderen? Bent u een pedofiel, meneer Demmink? Meneer Demmink, u wordt laatst een kind misbruikt. Waarom zegt u niks? U wordt betaald met gemeenschapsgeld. Meneer Demmink... Misbruikt u kinderen, meneer Demmink? Bent u een pedofiel? U verdient 180.000 per jaar, meneer Demmink. Wat doet u met dat geld? Op den duur, want het gaat niet om een gestolen fiets, ik blijf het zeggen. Er zullen heel veel mensen lid zijn van dit clubje en niet weten hoe ziek deze, ja, de bazen zijn ervan. Want ik neem aan dat niet iedereen op de hoogte is dat het gewoon lustmoordenaars zijn. Dat, het dus, dat ze genieten van het vermoorden van kinderen. En, mevrouw Hennis, u heeft uw jeugd in Bodegraven doorgebracht. Hoe kijkt u daarop terug? Ik kijk terug op een hele gelukkige jeugd. Ik woonde op de Goudseweg. En daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd doorgebracht. Ik heb op de Spelen Werkhoeven gezeten. Later op het Sint Antonius College in Gouda. Dus toen ik hier net naartoe reed, kwamen er weer een heleboel herinneringen boven. Ja, ja. Leuk om te horen. Vandaag is het ook Internationale Vrouwendag. Ja. En dat is een dag waarop aandacht wordt besteed aan de positie van de vrouw in de maatschappij. Een van die dingen is de verdeling tussen man en vrouw. Wat dacht u toen dit voor het eerst een beetje ging spelen, zeg maar, dat dit allemaal een beetje op ging rakelen? Hoe gaat u daar dan mee om als je dat soort dingen voor het eerst echt hoort? Ja, de eerste keer dacht ik echt van, wat voor gekken zijn nu bezig? Ook al omdat ik heel gauw door had dat er niets klopte van de namen en de tijdlijnen en wat hier werkelijk aan de hand is. Dus, want daar is ook wel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, ja, dat allemaal, je hoeft geen uitgebreid onderzoek naar onzin te doen. Nee. Onzin blijft onzin. Goedemiddag.
Ik ben inderdaad Joost Knevel uit Bodegraven, geboren 11 mei 1978, Kievitsheuvel 76, 2411, Leo Maria in Bodegraven. Ik ben in deze satanische cult terechtgekomen door mijn moeder, die vertrouwde de dokter F.J.M. Bastiaansen. Ze was bevriend met zijn vrouw Joël. Al vanaf jonge leeftijd misbruikte hij mij, later op school ook en andere mannen ook, waaronder de Rode Man. Die heb ik herkend op tv. Ze hebben een meisje vermoord. Ik en 3 of 4 andere kinderen moesten daarnaar kijken. Toen ik dat thuis verteld heb, ben ik op aanraden van de dokter in de psychiatrie beland. Maar waar is mij niet duidelijk. Graag zou ik alles uitzoeken, maar ook aangifte doen van dit horrorverhaal. Mijn vrienden, die daar ook waren, zijn allemaal dood nu. Dima Franke, Robert-Jan Blauwhof en Marcel van Spengen. Ik voel me niet veilig in Nederland, ben 100 keer van straat geplukt of uit huis gehaald. Ze proberen me nu via mijn familie voor gek te verklaren. Ik heb zeer professionele advocaat nodig met hart op de goede plek. David tegen Goliath, zo kan je het best omschrijven. Ik ben een gelovige jongen met een prachtig gezin. Met vriendelijke groet, Joost Knevel. Dat er in de vriendengroep bizar was dat er zoveel mensen overleden waren, veel zelfmoord. Ja. En dan komt er jaren later komt er zoiets naar boven en dan denk je echt van, mijn god. Ja. 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 Door jaren zeg je dat en dan ineens denk je, ja, dat is misschien dus wel een hele andere wending gekregen. Waar gaat het heen, mensen? Ik probeer gewoon op de normale manier aangifte te doen. Wordt het 5 keer afgewezen? Krijgt de hele media over je heen. Er vallen links en rechts nog allemaal dooien. Cruciale getuigen worden uit de weg geruimd. Dus sinds ik aan de bel heb getrokken, zijn er al 6 mensen extra nog overleden. Hetzelfde is kinderrechter in Den Haag onder Demming. Dan is het theoretisch mogelijk dat je een goede rechter bent en dat je eerlijke beslissingen neemt. Maar in de praktijk is het totaal onmogelijk. En dat blijkt ook uit de carrière van Hoekstra. Want ze is natuurlijk op basis van die pedo-uitspraken en die kinderen die ze heeft weggehaald bij liefhebbende ouders. En heeft ondergebracht bij pedofielen, bij mensen als Demming, Waabeke, Hoefnagel. Daar is ze voor beloond en daardoor is ze een soort superrechter geworden, staatsrechter, die natuurlijk op al deze high profile zaken wordt gezet. Allereerst excuses voor hoe mijn kleding eruit ziet, maar ik heb nog steeds dezelfde kleding aan als toen ik
2 juni om 10 uur 's avonds door een arrestatiedealer geweld van een boerenerf afgetrokken ben. Dus sorry dat ik me niet netjes aangekleed heb. Waarom doen wij het Red Bull Journal? Wij doen maar om één reden. De Red Bull Journal is omdat de aangifte van meneer Joost Knevel nu al 9 maanden niet opgenomen wordt. Zodat wij wat voor bewijs dan ook van satanistisch ritueel misbruik niet kunnen laten zien. Die aangifte wordt al 9 maanden niet opgenomen. En dat ik ben gaan strijden voor vrijheid, waarheid en gezondheid. En die vrijheid die is nu zeer in het geding, zeker nu ik in de PI in Alphen aan den Rijn verblijf. De waarheid mag al helemaal niet besproken worden, dat is duidelijk. En gezondheid is ook helemaal in orde voor de mensen die het betreft. In dat kader worden alle rechten geschonden die in het universeel recht van de mens en het Europees verdrag van de rechten van de mens voor Micha, Joost en mij staan. En die worden op grove wijze geschonden. Hoe Micha, Joost en ik worden omschreven in deze dagvaarding ervaar ik als schandalig en bezijden de realiteit en bezijden de waarheid. Met maar één doel, het negatief framen van mij, van Joost en van Micha. Wouter opgepakt. Ik kan nu niet eens eerlijk bij zijn rechtszaak aanwezig zijn. Omdat er allemaal dingen langs elkaar heen lopen. Meerdere zaken dus blijkbaar tegen ons gestart zijn. Alles omdat we de waarheid vertellen. Over deze zieke, satanistische pedofielen die kinderen vermoorden op grote schaal. Al heel lang. Degene die het nog durft te zeggen, die sluiten ze op. Iedereen mond dood maken. Deze satanisten zijn zo machtig. Die hebben het voor te zeggen in Nederland. En dan hebben we nog Joost, Joost Knevel, het slachtoffer van het satanisch ritueel misbruik. Die zit ook in Spanje. En ik geloof 100% in deze man. 100%. 100%. Hij heeft ons dingen kunnen vertellen die niemand had kunnen weten. En jij hebt het kunnen checken. Weet je, ik bedoel, Het is heel simpel. Ik heb zelf ook misbruik meegemaakt, wat veel groter was dan ik in eerste instantie dacht. Ja. En ik hoefde alleen maar het woord Zoetermeer te noemen. Ja. En Joost komt met informatie dat ik gewoon van mijn stoel viel. Weet je, maar nogmaals, ik wilde niet inhoudelijk op ingaan. Nee. Ik wilde gewoon op ingaan dat of je hem nou gelooft of niet. En of je deze drie mensen nou gelooft of niet. Zij vechten voor rechtvaardigheid. En dat doen ze op een op zich heel respectabele manier. Ze vallen niemand aan. Absoluut. En ze worden gewoon opgepakt als beesten behandeld. Ja. En dat kan niet. Dan ga je over een grens. Dan heb je een politiestaat. En jij hebt gelijk. Ja. Je moet het niet op de mensen afreageren. Want die werken daar gewoon. Klopt. Maar daarom vraag ik om een liefdevolle actie. Ja. Maar, en dat kan ook met muziek. Bloemen, muziek, zingen, spandoeken. Bedenk het maar. Gele parapluutjes. Die staan voor vrede. Hey, er staan vele aperte fouten, aannames en leugens over mij in die dagvaarding. Echt, er is zonder enige rechtsgrond in welk UFRM, EFRM van de wetboek ingebroken in het tweede huis van mijn vriendin. En er zijn zaken ontvreemd uit mijn bezittingen en huurauto, waaronder cashgeld ter waarde van meer dan 13.000 euro cash, donatiegeld dat bedoeld was voor slachtoffers van satanistisch ritueel misbruik. Deze arrestatie ging gepaard met grof geweld, totaal onnodig. Blinderen, handboeien, zo strak dat ik 3 dagen nog blauwe pols had. De politie had mij gewoon kunnen opbellen, dan was ik gewoon komen praten. De aangifte van Joost Knevel. Ja, ik ben bijna klaar. De aangifte van Joost Knevel moet via de Verenigde Staten worden uitgerechercheerd door een onafhankelijke instantie. Want in Nederland krijgen we geen enkel recht op dit moment. U kunt mij niet veroordelen, want de enige reden dat wij het Red Bull Journal maken is dat er nu al vanaf september 2020. Via informele weg en november 2020 via officiële wegen de aangifte van de heer J. Knevel niet wordt opgenomen en uitgerechercheerd. Ook zijn zijn aangiftes tegen, zijn mijn aangiftes tegen Jaap de Mino van Dissel, Hugo de Jonge, Hans Breuk van het RIVM en Mirjam Sturkenboom van de Rijksuniversiteit Utrecht, die hoogstwaarschijnlijk duizenden keren door mensen zijn gedaan uit Nederland, niet opgenomen of er is niks mee gedaan. Of de klachten over het niet opnemen van die aangiftes bij het Openbaar Ministerie zijn niet in behandeling genomen. De overheid is hier totaal ingebreken en ik beroep mij daarbij op artikel 356, plichtsverzuim on the job. U kunt mij niet veroordelen,
omdat het uitzenden van het Weppel Journal elke dag de beste beveiliging is tegen de terreur die op Joost, Micha en mij is losgelaten. Het is feitelijk zelfverdediging, net als het luchtdrukpistool dat ik in mei 2021 heb aangeschaft. Wij worden dagelijks bedreigd en er wordt dagelijks tegen ons opgeruimd op het internet, maar ook fysiek bij mij voor de deur. Daarom heb ik op dit moment geen vaste woon- en verblijfplaats. De hele zaak wordt omgedraaid en de bewijzen liggen nu bij miljoenen mensen en daar ben ik trots op. Dat was het. Één ding wil ik zeggen, in de dagvaarding wordt aan ongelooflijke cherrypicking gedaan over wat wij zeggen. Nogmaals, ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Ik heb alleen maar feitelijk benoemd wat er gaat gebeuren op het moment dat deze mensen die dit veroorzaken zichzelf niet aangeven. Dank u. I bring these flowers to this beautiful place for our hero, Wouter Raadgever. They locked him up in prison because he is investigating my horrible life story. My name is Joost Knevel. I grew up in the Netherlands in the village Bodegraven. There was a satanic cult. And the leader of the satanic cult, the Ninth Circle, is the head of the RIVM, Jaap van Dissel. His partner in crime is Frans Bastiaanse. He was my doctor. They killed children for fun. They MK-Ultra the children. They mind control the children. They kill the children. Whatever they want. Wouter Raadgever and Micha Kat, they investigate my horrible story. The police is involved. The royals are involved. And what did the police do last week? They locked up our hero, Wouter Raadgever, from the Red Pill Journal. So I throw these beautiful flowers in the sea for our hero, Wouter Raadgever, and the murdered children, especially for Mariska Lanjou and Sandra van Aalst, and all my friends who are dead now, Marcel van Spengen, Robert-Jan Blauwhof, Dimar Franke. A lot of other people committed suicide or jumped for the train. It's a horrible story. The village Bodegraven. Please send this message around the world about the satanic cult, the Ninth Circle. God bless. Ik wil toch een andere vraag stellen, maar dat is geen persoonlijke vraag. Dat is een heel andersoortige vraag. En die vraag is ook gelijk. Die vraag is ook gelijk de kern van mijn verdediging. Het is namelijk een hele simpele kwestie. Ik wil dat u erkent dat ik journalist ben. Ik ben al eigenlijk 30 jaar, kent iedereen mij als journalist. Ik heb gewerkt bij alle bekende media van Nederland. NRC Handelsblad, Volkskrant, ga zo maar door, dagbladen, weekbladen. En zelfs in deze zaak, die nu het onderwerp is van een kort geding, word ik in de media als journalist beschreven in het AD. Naar aanleiding van deze Bodegraven kwestie is er sprake van de journalist Micha Kat. Nu.nl die heeft het over zelfbenoemd burgerjournalist Micha Kat, maar dat is even zo goed nog steeds journalist. En dat gaat heel ver terug, want al in 2013 werd ik door Trouw omschreven als publicist, journalist en complotdenker maar liefst. Drie verschillende kwalificaties, maar ook gewoon journalist. Nou, ik wil dat u dus erkent mijn status ten volle als journalist, zoals ik ook wordt toegegeven door de media, zoals ook feitelijk juist is. Want als dat namelijk wordt toegegeven, dan ben ik eigenlijk op geen enkele wijze waar dan ook voor aanspreekbaar. Omdat ik naar eer, vermogen en geweten dit heb behandeld. Ik heb zelfs in deze cruciale zedenzaak een bron weten te citeren met naam en toenaam. U weet dat in heel veel andere zedenzaken waar collega's van mij met anonieme bronnen werken, dat maakt mijn positie als journalist in deze zaak vrijwel onaantastbaar. Er is ontzettend veel circumstantial evidence. Er is dus tegenwerking, zoals Wouter al zei, in de zin van dat aangiftes worden geblokkeerd. We hebben lijsten van getuigen, bekende mensen, waar we misschien later nog aan toekomen. Misschien moet dat in een hogere fase, maar die kunnen allemaal worden opgeroepen om ons verhaal
te bevestigen. Ik zeg dit dus niet vanuit een legal perspective. Ik zeg dit vanuit een journalistic perspective. Namelijk benadrukken hoe zorgvuldig wij, ik met name, want ik ben degene die dit aangezwengeld, deze zaak in augustus vorig jaar 2020 te werk ben gegaan. En mijn zorgplicht, want dat is wat ik journalist heb, een zorgplicht. Het is geen enkele journalist de plicht heeft de waarheid te schrijven. Dat kan ook niet. Als dat zo zou zijn, dan zouden alle journalisten veroordeeld moeten worden. Dus zorgplicht, daar heb ik het over. Inspanningsverplichting. En die is bij uitstek, daar is bij uitstek aan voldaan. Dus ik wil eigenlijk dan nu de tweede vraag aan u stellen. Na de eerste vraag die u van mij betreft bevredigend heeft beantwoord over Robke Hoekstra. Dus dit is de tweede vraag. Ik wil dat u nu mijn status als journalist erkent en zegt: ja, meneer Kat, u bent een journalist, zoals ook in de media staat. Ik heb het net geciteerd. Dus geloof ik 40.000 fines in Google als je intikt Micha Kat journalist. Dus het zou toch wel heel bizar zijn als u nu gaat zeggen als voorzieningenrechter: nee, meneer Kat, u bent geen journalist, maar u bent bijvoorbeeld een terrorist. Of nee, meneer Kat, u bent geen journalist, maar u bent een complotidioot. Dat zou toch wel heel bemoedigend zijn, dus dat is mijn tweede vraag aan u. Mevrouw de voorzieningenrechter, ik wil dat u nu voor herkent mijn status als journalist. Goed, meneer Kat, weet ongetwijfeld hoe het werkt in de rechtspraak. De rechters spreken via hun gevoelens. En de vraag en het antwoord daarop en hoe ik daarover denk, leest u straks in het vonnis. Nou, als u nu niet herkent mijn staat als journalist, dan bent u bij deze gevraagd, want dit is namelijk de cruciale kwestie. Ik heb er recht op te worden erkend in mijn beroepsuitoefening. Het is volstrekt normaal dat in procedures mensen worden aangesproken als de arts, de slager, de fietsenmaker. Dat is helemaal niet raar. Dan zegt de rechter ook niet: meneer de fietsenmaker, ik ga niet zeggen dat u fietsenmaker bent. U moet maar wachten op het vonnis. Of meneer de chirurg, ik ga niet zeggen dat u chirurg bent. Wacht erop het vonnis. U bent nu langzaam maar zeker aan het afdwalen in de trein van de waanzin. U moet gewoon zeggen: meneer Kat, u bent een journalist. Als u dat niet zegt, dan bent u bij deze gevraagd omdat u weigert mijn status als journalist te erkennen. Dus het is aan u om nu de volgende stap te zetten. Nou, weet u, meneer Kat, wat de volgende stap is? Als u bij de vraag blijft, dan ga ik procesverbaal van vraag in opname nemen en dan zijn we binnenkort bij de vraagingskamer. En dan zal de vraagingskamer oordelen of we verder gaan, ja of nee. Zo dus simpel. U weigert te zeggen dat u journalist bent. Dan kunnen we gewoon doorgaan met deze zitting. De media noemen mij journalist. Over deze zaak. En in het AD staat journalist Micha Kat. Meneer Kat, dus u heeft mijn antwoord gehoord. Dus het is aan u de keuze of u de vraag niet doorzet, ja of nee. Nou, als u niet gewoon heel simpel zegt dat ik een journalist ben. Als u weigert dat te zeggen. Wat ik overigens hier betreur. Ik betreur dat heel erg als u dat weigert. Want ik heb liever niet dat ik moet vragen. Helemaal niet. Ik heb liever dat we doorgaan. Aan u de beslissing. Ik hoor het u zeggen. En aan u de beslissing om de vraag voor te zetten, ja of nee. En dat is u niet aan mij. Als u mijn status als journalist weigert te erkennen, bent u bij deze gevraagd. Namelijk dat we nu gezegd hebben dat wij recht hebben op een advocaat. We hebben geen advocaat. Niemand wil ons natuurlijk verdedigen. Omdat iedereen bang is om tegen de sadopedo-diepstate op te treden. En er is een aparte artikel in de advocatenwet. Artikel 13 in de advocatenwet. Die zegt dat als je geen advocaat kan vinden voor een zaak, dan moet de orde van advocaten, die moet jou een advocaat toewijzen. Artikel 13 advocatenwet. Dus wat hebben wij nu gedaan? Wij hebben dus vanmiddag hebben wij dus een aanvraag ingediend bij de deken van de Haagse Orde dat zij ons een advocaat moet geven. Nou, daar hebben we ook al antwoord op gehad. En dat antwoord luidde als volgt. We moeten dus de dagvaarding moeten we overleggen aan de deken. En we moeten de namen noemen van 5 advocaten die niet voor ons willen optreden. Welkom. We zitten hier in de tuin van de burgemeester Christiaan van der Kamp. Na 10 jaar heeft hij een nieuwe baan gevonden. Hij wordt directeur bij de regio Haaglanden. Zeg ik dat goed, meneer van der Kamp? Bijna goed.
Ik word directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden. Ja. Ja. Het is niet het leukste onderwerp, maar je kunt er niet omheen. U stond van de week in de rechtbank voor de complotdenkers. U bent naar voren gestapt op het moment dat een aantal medebewoners van ons dorp op een vuige manier werd beschuldigd van rare dingen. Nou, u heeft dat niet over uw kant laten gaan. U heeft een kort geding uiteindelijk aangespannen. Maar u bent zelf ook doelwit geworden van die mensen. Raakt u dat? Nee, in het geheel niet. Dus overigens is het ook nog buitengewoon explosief dat de advocaat van de gemeente Bodegraven, die heeft dus ook weer naar die orde gemaild en gezegd dat wij geen advocaat mogen krijgen. Moet je even voorstellen, Joost. Dit is werkelijk eigenlijk het meest stuitende, dat is deze van de Zanden. Ja, inderdaad. Heel goed back office. Van de Zanden, ja. Die heeft dus een e-mail gestuurd naar die advocatenorde en gezegd, Joost, Wouter en Micha hebben geen recht op een advocaat. En dat doet hij namens Van de Kamp, Joost, want hij treedt op Van de Kamp. Dus, dat geeft eens meer aan hoe ziek die Van de Kamp is. Wat is anders van mensen die kinderen vermoorden? Dat die het eerlijk gaan doen? Dat zijn echt de meest smerige mensen die er rondlopen. En dus ze pakken dus gewoon zelfs je laatste stukje wat je hebt om te verdedigen. Het schildje, het speertje wat we hebben om ons te verdedigen tegen de leeuwen die zo losgelaten worden. Die gaan ze ons nog afpakken. En dan allemaal genieten. Inderdaad. De complotdenkers, daar gaan ze allemaal. Ja, zo'n smerige situatie zitten we. En daarom zit Micha ook in Ierland en ik zit in Spanje. Want ja, dat waren wij al een stukje eerder achtergekomen dat het echt zo ging. En dat het echt zo verrot was, dat wist ik echt niet. Ik wist wel dat het verrot was toen ik dus het land verliet, een aantal jaren geleden. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, je land verlaten en opnieuw gaan beginnen ergens anders. Dan is er echt wel iets aan de hand. Maar dat het zo verrot was, dat had ik zelfs niet kunnen bedenken. En nou zie ik tot mijn grootste verbazing dat deze rechter Hoekstra kinderrechter is geweest in de tijd van Demmink. En dus meegewerkt heb aan de praktijken die mij zijn overkomen. En ik vind daarom mijn reden tot wraking geheel terecht. En na alles gezien en gehoord te hebben en hoe jullie Micha behandelen en geen journalist willen noemen. Wat hij gewoon wel is, want hij is degene die mijn verhaal heeft gepubliceerd met naam en toenaam. Hoe wij behandeld worden, het lijkt erop dat er iemand van het Sado-Pedo-netwerk deze zaak moet gaan behandelen en absoluut geen andere rechter. Deze dag is zeer traumatisch voor mij, omdat ik zwarte mondkapjes heb gezien met gewaden. En ik heb in een ritueel gezien dat mensen die tot deze doodssecte behoren van de negende cirkel, de kabal, dat die in dezelfde gewaden en dan nog met een soort cape op en een masker op, dat je niet kan zien wie het is, Mariska Lanjouw onder een offerblok hebben gelegd. En die is daarbij overleden. En ze zijn erin gespecialiseerd om
kinderen, termijncontrole, MK-Ultra, horror, het splitten van de persoonlijkheid, het veroorzaken van schizofrenie bij peuters, waar toestemming is gegeven door Hans Reewijk om dat op grote schaal toe te passen. En ik ben een overlevende en eindelijk is er iemand die daders kan aanwijzen. Is iemand in staat om het helder te brengen en dan krijgen we deze, krijgen we iemand van dit netwerk voorgeschoteld. Ik eis een andere rechter. Ik ben een getraumatiseerd SRA-slachtoffer en ik eis een andere rechter die niet betrokken is bij dit soort misstanden. Meneer Kikkat, is er nog iets wat u tot besluit zou willen opmerken? Ja, ik wil mevrouw de vraag niet zeggen. Volgens mij is er een wetsartikel dat rechters verplicht dat als ze op de zitting kennis nemen van strafbare feiten, dat ze haar aangifte van moeten. Meneer Kat, de Bruikwitskamer ziet geen aanleiding om deze vraag te beantwoorden voor u. Dus nou, laat ik het dan zelf beantwoorden, laat ik het zelf beantwoorden, waar ik moet staan. En ik ben niet verplicht om aangifte te doen van de zaken die door de NLE van het voorbeeld zijn gebracht. Als u dat niet doet, bent u strafbaar en zullen wij tegen u aangifte doen bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Is er nog iets wat u in reactie... Nou, als u toch aangifte moet doen, dat u daartoe verplicht bent, dan wil ik graag een gerechtelijk bevel om Mariska Lanjo op te graven. Dan kunnen jullie via forensische onderzoek aantonen dat zij niet door een vrachtwagen om het leven is gekomen, maar bij een offerritueel gespiesd is door een mens. Goed, en ik heb nog steeds het recht om de 15 minuten vol te praten. Mevrouw de rechter, waarom krijg ik niet gewoon de 15 minuten? Dat is het verhaal dat ik haar niet vertrouw. Zij is hier weggezet. En ik merk aan alles hoe we behandeld worden, hoe er over ons geschreven wordt in de media. En ook hoe we vandaag benaderd worden. Merk ik dat er vooringenomenheid is. En treft mij niks anders dan deze rechter te vragen. Omdat zij mee hebben gedaan aan deze gruwelijke praktijken. Notabene onder de Demming. In 2010 is ze nog kinderrechter geweest. Dus meegewerkt aan het uithuisplaatsen van kinderen uit huis en dat die bij pedofielen terechtkomen. Dat brengt, weet u hoe een kind zich voelt als dat gebeurt? Dat je bij liefhebbende ouders weg wordt gehaald. Dat je dan in de instelling waar je terechtkomt verkracht wordt en meerdere kinderen weer vermoord worden. Weet u dan hoe die kinderen zich voelen? Geconfronteerd worden met de corruptie in de media, met zwarte kepen. Met maskers zwart en geïntimideerd worden, niet aan het woord te komen. Want u heeft me net gewoon de knop uitgeduwd dat ik niet meer mag praten. Ik kan bewijzen dat als u een gerechtelijk bevel geeft om Mariska Lanjo op te graven, dan kunt u via forensisch onderzoek zien dat zij niet is platgereden door een vrachtwagen, maar is overleden door perforatie. En dat hebben meerdere volwassenen gezien, waaronder Janine en Plasgaard. En als we hierover praten, dan word je zwart gemaakt, als wappie weggezet. De hele media krijg je overheen. Maar ik ben een overlever van dit satanische netwerk. En daar moet naar geluisterd worden en daar moeten aangiftes van opgenomen worden. Maar dat is keer op keer voorkomen door de burgemeester, die nu ook ineens afgetreden is. En ik kom zelf uit Bodegraven en ik heb gerucht gehoord dat het wel met deze zaak te maken heeft. Dus daar moet sowieso duidelijkheid over komen. En ik eis dat er een andere rechter komt die niet medeplichtig is aan het uithuisplaatsen van kinderen. Want daar heb ik een zeer, zeer, zeer ernstig trauma door opgelopen. En ik wil ook dat mijn aangiftes alsnog opgenomen worden. U heeft volgens mij meer recht of macht dan een burgemeester die is afgelegd. Dus ik wil dat u opdracht geeft om alles wat ik zeg uit te laten zoeken. En alle getuigen die ik heb gevonden zelf, samen met Wouter Raadgever en Micha Kat, dat jullie daar eindelijk naar gaan luisteren. Zodat het ook ophoudt met het aantal cruciale getuigen die mijn verhaal zouden kunnen bevestigen. Dat die plotseling overlijden. Dat is nog een hele rits geweest, de afgelopen jaar nog een aantal.
Iedereen is bang, iedereen zwijgt. Advocaten durven mij niet te helpen. Ja, mijn ouders blokkeren me. Er is zelfs een vader vermoord. Dat is de vader van Dimar, die wist veel. Die is gevonden met een hartaanval, onderuitgezakt in een stoel. Met twee hoofdwonden. En ik heb over hem gesproken dat hij weet wie de daders zijn. Die zijn zoon hebben misbruikt. Dimar Franke, die ook moest kijken naar de moord op Sam. En iedereen die in ons onderzoek voorkomt, gelukkig niet iedereen, maar een aantal, waar ik dus al een half jaar lang over praat, die zijn dus nu niet meer in leven. Dus die gevangenis is weer ontgrond. En ook hier ben ik verzoek aan de Bewakingskamer om het verzoek van Knevel zo spoedig mogelijk te hebben. Horen jullie me nog? Vraagingsverbod is toch nog opgelegd, begreep ik. En, ik was in ene de misbruiker. Ik heb misbruik gemaakt van de rechtbank en van de wraakingskamer. Dus de rollen worden weer omgedraaid. In plaats van dat de misbruikers die ik genoemd heb, dat die al een minuut opgepakt worden, gaan ze zeggen dat ik nou een misbruiker ben, maar dan van het rechterlijke macht, omdat ik gevraagd heb. Maar die Ritsema, dat was dus de wraakingsrechter, die dus over de wraaking moest oordelen van deze Hoekstra, die blijkt dus in een of ander internationale club te zitten. De back office liet het net zien. Die gaat dus over buitenlandse kinderen, over ontvoering van buitenlandse kinderen in Nederland. Ja, je gelooft het niet. Dat is het meest pedogevoelige onderwerp wat er is. Dan hebben we het dus over Manuel Schatwald-achtige zaken. Waarbij dus kinderen worden geïmporteerd, soms in containers en wat dan ook, uit landen zoals Cambodja, Thailand. Die worden geïmporteerd naar Nederland. En die Ritsema, die dus gisteren onze rechter was, die zit in een soort team om het allemaal in goede banen te leiden. Ja, ik weet niet of we het in beeld kunnen krijgen. Ja, dat is het, back office. Ga even nog iets meer naar beneden, dat is het plaatje. Inderdaad, en als je op dat plaatje klikt, wat naast Hoekstra... Ja, moet je nou eens kijken. Hier, dit is verbijsterend. Two Jewish court justices specializing in the field of... Daar staat het, Joost. International Child Abduction. International Child Abduction. Ja. En wie staat daar? Ritsema van Eck van Drent. Dat is de rechter die we gisteren hadden. Die zit in de International Child Abduction. De naam Demming is een triggerwoord voor de rechtbank. Want op een gegeven moment kwam de naam Demming ter sprake. Nou, toen zag ik wel dat ze daar niet blij mee waren. Ze zaten echt helemaal te trippen. Zowel die wraakingsrechter als Hoekstra. Dus moet je voorstellen hoe verziekt het klimaat in Nederland is. Dat je met één zo'n woord, Demming, kan je ze helemaal, weet je, dan wordt ze helemaal gek. Omdat ze weten waar dat voor staat. Dat staat inderdaad voor satanisch kindermisbruik. Voor het weghalen van kinderen bij de ouders, van baby's. Het is niet te geloven. Meneer Demming, misbruikt u nog steeds kinderen? Bent u een pedofiel, meneer Demming? Meneer Demming, heeft u nog laatst een kind misbruikt? Waarom zegt u niks? Wat mij betreft moet deze hele zaak opnieuw beginnen, overnieuw. En waarom? Bij een andere rechtbank dan Den Haag. Ons onderzoek van de afgelopen jaren, en niet alleen dat van mij, maar ook van heel veel collega's, maakt onverbloemd duidelijk dat de rechtbank Den Haag sowieso al verbonden is met de netwerken die wij nou juist in het licht zetten. Dat maakt onpartijdigheid hier in Zuid-Holland totaal onmogelijk. Verder, in punt 1.3 van de beslissing van 15 juni 2021, meneer heeft het over konijn uit hoede. Nou, het konijn dat ik uit de hoede gekregen heb, is dat ik 14 juni op de afdeling waar ik verblijf te horen kreeg dat de zitting niet doorging. Ja, dat die hele wraakingszitting niet doorging. En er staat hier dat ik geen gebruik wilde maken van de mogelijkheid om met gebruik te maken van transport op PI fysieke bezetting te verschijnen en dat er geen videoverbinding mogelijk was. Wat mij verteld is,
Het wordt wel heel erg grappig hier, heel lachbare. Mij is gebeld op 14 juni op de afdeling, vlak voordat ik opgehaald zou worden, dat de videocall, dat die niet doorging, omdat de zitting was uitgesteld. Ja, dat betekent dat de vorige zitting gewoon gedaan is zonder dat ik erbij was, zonder dat ik iets heb kunnen zeggen, zonder dat ik commentaar heb kunnen leveren. En dat er gewoon maar doorgegaan wordt en dat ik tot mijn stomme verbazing dus in één keer een beslissing van mijn huis gebleven gisteren pas, hè. Ik bedoel, de verhuisingsbeslissing die niet Ja, maar die heb ik gewoon gekregen. Maar goed. Mag u als informant, had u bij de zitting willen zijn, begrijp ik? En u zegt, die gelegenheid is mij niet geboden. Ja, maar dat betekent dat er gewoon, als ik toch daarbij moet zijn. Even voor de goede orde, u hoeft niet bij de verhuisingszitting te zijn, want dat was niet de vraag die u initieert. Dat is toch wel mijn belang? Het is mijn belang, want wij worden over één kant geschoren door de wederpartij. Namelijk 1, 2, 3 is de CAT-CS. Ja, dus ik moet er wel degelijk bij zijn. Maar u zegt ja. Dat... En ik kon er niet bij zijn, omdat op de afdeling verteld is dat die hele videocall niet doorging. In deze beslissing staat dus gewoon een aparte fout. Ja, er staat gewoon een procedurefout. En ik eis dan ook dat de hele zaak opnieuw opgestart wordt bij een andere rechtbank. Want ik proef echt overal. Partijdigheid hier. Ja? En niet alleen bij deze heren, maar vooral ook bij iedereen die tegenkomt in Zuid-Holland. En dat moet gewoon echt stoppen. Ja? Want de wederpartij, en met name de krachten die achter deze wederpartij zitten, die willen maar één ding. En dat is dat ze niet verder in het licht van de waarheid worden gezet, doordat er nu honderdduizenden mensen research doen naar hun monsterlijke wandaden. Deze dagvaarding dient maar één doel, het afleiden en weghouden van een kindermoordonderzoek, een misbruikonderzoek en een kinderhandelonderzoek. Naar meneer Van Tissel en meneer Bastiaanse, allebei in het midden van het land. Deze hele dagvaarding is gebaseerd op de ontkenning van statanistisch-ritueel misbruik en de MK-ultra-praktijken, dat die überhaupt bestaat. En wordt net als in de jaren 60 in Amerika machtsmisbruik gepleegd door de feiten af te serveren als complottheorie. Volledig achterhaald natuurlijk, want alle complottheorieën over Lee Harvey Oswald die zijn al lang achterhaald. De waarheid is totaal anders gebleken dan dat die in de jaren 60 gepresenteerd werd. In Nederland is het niet anders. En ik verzoek dan wel ook een directe start van een diepgaand rechercheonderzoek naar de zaak Van Tissel en de zaak Bastiaans. Dus de heer Knevel, waar ik me al een jaar kapot voor vecht. Ik strijd voor rechtvaardigheid voor vermoorde kinderen, misbruikte kinderen en verhandelde kinderen. Die zaak, die van Joost Knevel en vele anderen, worden niet onderzocht na vele pogingen tot aangifte. De gemeente Bodegraven doet aangifte tegen mij en nog iemand doet aangifte tegen mij. En ja hoor, ik word met grof geweld van mijn erf afgetrokken bij mijn vriendin, voor de ogen van mijn vriendin. Ik zal u vertellen wat bedreigend is voor de rechtsorde en voor de veiligheid van dit land. En dat is dat satanistische ritueel misbruikers de dienst uitmaken in dit land. En dat iedereen die dat in het licht wil zetten, uit de weg gaat wordt op alle mogelijke manieren. En dat bedoel ik alle mogelijke manieren. En dat gaan we dus niet verder laten gaan als voort. Dus ik eis per direct diepgaand onderzoek door een onafhankelijke partij van de zaak Bodegraven. Die onafhankelijke partij die moet wat mij betreft uit Florida, USA komen. Dat is de enige onafhankelijke partij namelijk die de link kan leggen met de Epstein-zaak richting Bodegraven, die wij al lang een jaar geleden gevonden hebben. Het is mijn plicht als mens om kindermoord, kindermisbruik en kinderhandel te melden, toch? Dat is mijn plicht, mijn mensenplicht, zeg ik. Ik zeg in dit land geen burgerplicht, want ik voel mij geen burger meer van Nederland, omdat ik me kapot schaam voor dit land. Geachte rechtbank, ik doe hierbij nogmaals aangifte van deze praktijken. Kindermoord, kindermisbruik, kinderhandel in Bodegraven. En nog veel erger, een MK-Ultra-programma in Bodegraven. In eind jaren 70, begin jaren 80 in die omgeving. Zodoende is dit niet alleen mijn verhaal. Ik heb vele getuigen verzameld. En wonderbaarlijk is er over 6 mensen gesproken tijdens het onderzoek. Die toen nog in leven waren en die zijn inmiddels niet meer in leven.
En daar kan ik aan toevoegen dat er nu weer twee personen spoorloos zijn en al een aantal dagen niet reageren, die ook konden getuigen in deze zaak. En ik vraag me ook echt af waarom u de 80 pagina's niet gewoon heeft aangenomen. U had het makkelijk kunnen lezen. Daar staat alles uitgebreid in, met foto's en getuigen, alle namen. Dus het is zeer benoemenswaardig waarom u dit niet toevoegt. Ik denk dat daar een andere reden achter zit, omdat u graag wil veroordelen, omdat u lid bent van hetzelfde netwerk. Dat is mijn mening en ik mag mijn mening hebben. We hebben u op verschillende manieren geprobeerd te vragen, omdat we gezien hebben dat u kinderrechter bent geweest in de tijd van Demming. Dus u heeft ook kinderen uit huis geplaatst. Die hebben hetzelfde misschien mee te maken als ik. Daarom vroeg ik om een andere rechter. Dat heb ik zelf gedaan. Niet een aangifte, maar een verslag. Daar heb ik Jaap van Dissel zijn naam in genoemd. En ik ben erachter gekomen dat meerdere mensen zijn naam hebben genoemd. Dus u kunt ook bij deze beslag leggen op het Argos-onderzoek. Want dat wordt ook gesaboteerd door ditzelfde netwerk. En zodoende is er nu nog steeds niks aan gedaan. En dat moet echt ophouden, want het aantal zelfmoorden, of zogenaamde zelfmoorden, in deze zaak gaat al naar 40. En dat zijn allemaal jonge jongens, zoals ik, voornamelijk. Misschien een enkel meisje. En dat is extreem veel voor Bodegraven-Zuid. Allemaal rondom de huisartsenpraktijk FJ en Bastiaanse. En de scholen. Verder zei vermeld dat Van der Kamp nog in het Algemeen Dagblad van 20 februari 2021 geciteerd wordt, waarbij hij aangeeft dat Van Dissel ternauwernood weet waar Bodegraven ligt. Van Dissel is nog nooit in Bodegraven geweest. Ik weet dat hij wel in Bodegraven is geweest en mijn moeder ook en mijn vader ook. Ik heb meerdere keren het woord Tamino in huis gehoord. En er is nog een andere vrouw die heeft hem herkend in een lugubere zaak dat haar baby is gestolen. Dus er is een andere vrouw buiten mij die Jaap van Dissel heeft herkend met het stelen van haar baby begin jaren 80. En dat staat ook in het verslag wat niet opgenomen is vandaag. Dus u heeft er alle schijn van dat u expres deze 80 pagina's niet in het verhaal mee wilt nemen. En ik weet wel waarom, want u was kinderrechter en u heeft meegedaan aan deze praktijken. Wij hebben wel heel goed onderzoek gedaan en ik weet wat ze met haar gedaan hebben. Ze hebben haar geofferd op een blok. En op het laatste moment werd ze eronder gelegd door iemand met zo'n enge zwarte schort aan, die u ook aan heeft. En een zwarte masker op. En op het laatste moment werd ze onder een offerblok gelegd. Dat was een mes met een kaars. En de kaars brandde met touw door. En toen het touw doorgebrand was, toen viel dat mesblok door Mariska Langjouw heen en ik zat vooraan. Ik moest dat aanschouwen. Ik heb vele kaballeden gezien. Mijn huisarts paste op mij die dag. Mijn zusje, mijn moeder, die was voor mijn zusje stof aan het kopen met de vrouw van de huisarts op de markt. Ik had al eerder verteld dat ik vaak dinsdagen bij de huisarts werd achtergelaten. En dat meisje is ook omgekomen op een dinsdag, zijn we achtergekomen later. Janine Hennis Plasgaard heeft dit ook moeten aanschouwen. Waarschijnlijk hebben ze het gefilmd. Zowel de moord op Mariska, zowel de moord op Sandra. Iedereen zwijgt. De leraren zwijgen. De schooldirecteuren zwijgen. Mijn ouders zwijgen. In paniek blokkeert iedereen mij. Ik wil graag getuigen oproepen, maar dat kan waarschijnlijk ook niet. U bent niet echt medewerkend. Hebben we gemerkt, we hebben uitstel gevraagd via een officiële advocaat. Dat had heel redelijk geweest, omdat de 80 pagina's werden ingevoerd. Heeft u ook niet toegestaan dat er een normale uitstel werd verleend? Ik wil u vragen, mevrouw Hoekstra. SADO-PEDO-netwerk, de SFA, Satanic Ritual Abuse-netwerken, waar Joost het net over had, accepteert u dat die bestaat? Meneer Kat, u gaat mij geen vragen stellen, u gaat uw verhaal vertellen en ik ga geen antwoorden geven op vragen van u. U bent nu aan het woord om uw verhaal te doen. Nee, u bent nu aan het woord blijkbaar. Ik vraag u, accepteert u het bestaan van SRA-netwerken? Want
journalist was. Dat weigerde niet. Dat was ook volledig krankzinnig, want dat staat namelijk vast. En als u ook nog weigert te erkennen dat er überhaupt SRA-netwerken bestaan, dan is daarmee wel aangetoond dat u volledig in de waanzin leeft en u ogen sluit voor elke realiteit, zowel voor het feit dat u journalist bent, daar sluit u de ogen voor, en u sluit de ogen voor het feit dat er satanic ritual abuse-netwerken bestaan. En de heer Knevel, die vroeg u, dat ik goed begrepen, of er al aangifte gedaan was van de strafbare feiten die ter sprake zijn gekomen tijdens de wrakingszittingen. Dat waren dus feiten die heel erg vergelijkbaar zijn, van een groot deel dezelfde feiten als die ter sprake gekomen bent verplicht daar aangifte van te doen. De heer Knevel stelde die vraag en toen zei u, ik weet daar niets van. Nou, dat was een leugen, want u was zelf aanwezig bij die wrakingszitting. Dus dat betekent dat u hier gewoon keihard de boel zit voor te liegen wat een ambtsmisdrijf is. Ik heb u gezien, ik had toen nog een livestream, die is mij inmiddels afgenomen. Overigens om heel onwettige redenen, maar dat is een ander probleem. Ik heb u zien zitten op die wrakingszitting. U bent aan het woord geweest op die wrakingszitting en toen zegt u hier tegen de heer Knevel, ik weet daar niets van. Heeft u uw oren dicht gehouden? Mevrouw, ik zou alleen sorry, u geeft geen antwoord op vragen. Okay. Dat is sorry. Maar ik betrap u wel op een keiharde leugen. En dat is verbijsterend, want dat geeft eens meer aan dat u deze zaak niet serieus neemt. Dat u compleet bevooroordeeld bent. Dat u echt maar één missie heeft. En dat is zo snel mogelijk ons veroordelen. En de gemeente Boven gaat weer van de kant uit het probleem helpen. Dan kom ik nog op het punt, en mevrouw Hoekstra, dat is dat de griffie van de wrakingskamer, die heeft ons een bestaan gegeven, misschien met dat verkoogde, dat er geen pv's komen van de wrakingszittingen. Zij is net op het standpunt dat ze niet verplicht zijn om procesverwaren op te nemen van wrakingszittingen, dat slechts interne aantekeningen zouden voldoen. En dat wij dus geen IPV's meer krijgen. Nou, dat is volstrekt tegen de wet. Er worden wat uitspraken in stelling gebracht door de wrakingsschrift die volslagen onzinnig zijn. En wij gaan dat ook aanvechten, want dit is het zoveelste voorbeeld waarin u de waarheid blokkeert op totaal onrechtmatige wijze om het pedonetwerk te beschermen. Omdat het niet bekend mag worden, omdat het niet gekodificeerd mag worden, wat de heer Knevel heeft gezegd. Gaat de rechtbank Den Haag, de criminele pedo-rechtbank Den Haag, waar overigens orgieën plaatsvinden, waarbij kinderen met zwepen worden afgeranseld door rechters, dat is verklaard door rechter van Develd, de man van de schrijfster Helle Hazen. Deze rechtbank, die gaat dus zover om dus onzinnige constructies te bedenken, als dat er geen pv's zouden zijn van vaak die zin aan die krijgen. Dus, er waren bij die zin die 2 of 4 aanwezig, mevrouw Hoekstra. Weet u dat? Weet u dat? Oh nee, sorry, fout. Ik mag niks vragen. Ik heb inmiddels een klacht tegen u ingediend, mevrouw Hoekstra, bij de Ombudskamer van de Hoge Raad. En dat is helemaal verbijsterend. Want die klacht die gaat erover dat u helemaal niet mag zitten als rechter. U zit hier illegaal. U bent namelijk nog steeds gevraagd. En u weet ook donders goed waarom. Omdat namelijk op de wrakingszitting waar uw vaak in behandeld werd, en waar mevrouw Hitsema van Eck de voorzitter van was, toen werd mevrouw Hitsema van Eck zelf gevraagd door mij, omdat ze blokkeerde dat ik bewijs aanleverde voor het feit dat ik journalist ben, dat blokkeerde ze. Ze zei, meneer Kamp, u mag dat niet bewijzen. Ik sluit mijn ogen voor alle stukken waar ik al blij ben. Ze hebben elkaar gevraagd en toen is ze zelf opgetreden als eigen rechter in haar wraking. Nou, u weet ook wel dat dat volgens vaste rechtspraak niet kan. Daarmee is dus het vonnis waarmee ze de vraag van u afwees is onrechtmatig en met u nog steeds gevraagd. Nou ja, ik heb dus mevrouw Hoekstra gevraagd omdat zij weigert te zeggen dat ik journalist ben. Vervolgens leg ik dat toe bij u en zeg, nou, die vraag is terecht, want ik ben gewoon journalist, mevrouw Hoekstra moet dat gewoon toegeven. En ik onderbouw dat met bewijzen, nota bene met screenshots van rechtspraak.nl, met wettelijke uitspraken, waar dit blijkt. U heeft 100 e-mails gekregen waar dat blijkt. Ik heb artikelen over, als ik die aankoop te leggen, waar dat blijkt. En dan zegt u van, dat mag.
die beslist op basis van al hetgeen u tot nu toe naar voren heeft gebracht. Is het wat u... Nee, dat doet u niets, dat doet u niets, dat doet u niets, dat doet u niets. Wat is, wat ook nooit de oorlog blijft, wordt genegeerd. Om af te ronden. Nou, er is al niks af te ronden, want u bent bij deze gevraagd. Dit is echt, de staat u verwoorden. Ik zou het nu ook willen vragen om dus uw spullen te pakken en ogenblikkelijk deze zitting te verlaten. Want als u dat niet doet, heeft dat sterk aan de consequenties. Dan heeft u een klap bij de Hoge Raad. U mag hier niet zitten, mevrouw Boeslaat. U bent nog steeds gevraagd. Er is geen spel tussen te krijgen. De tijd van de pedo-netwerk, de tijd van de corrupte rechters, de tijd van Hans Westerberg, vicepresident, die door mij is ontmaskerd werd als een volslagen corrupte pedofiel. Als een smerige, ik ken die zaak Westerberg. Ik heb gewonnen tot bij de Hoge Raad, mevrouw Hoekstra, als enige journalist ooit, journalist ooit, die van een rechter won, tot bij de Hoge Raad. Ik ben door de hel gegaan in die procedure. Dus ik begrijp waar ik vandaan kom. 14 jaar lang heeft die procedure geduurd, mevrouw Hoekstra. En de heer Westerberg heeft mij gestoond met conclusies die van A tot Z gelogen waren. Als vicepresident van de Haagse Rechtbank, van A tot Z gelogen. Dat is het vicepresident van de Haagse Rechtbank. Gegooid. En overigens dat het laatste wat ik nog in de strijd wil gooien op dit moment, is dat de positie van Van der Zanden, dat het misschien een verbijsterende afsluiter aan het licht is gekomen, mevrouw Hoekstra, dat degene die aangifte heeft gedaan tegen de heer Raadgever, waardoor hij ook naar de staatsdienst is van zijn bed gelicht, als hij dat zegt, dat is de heer Van der Zanden. Die moet ogenblikkelijk uit deze zaal weg. Dus niet alleen bent u degene die er niet mag zitten, ook de advocaat van de wederpartij mag hier niet staan. Hij is namelijk geen advocaat, hij is de wederpartij. Dat mag niet. Een advocaat moet onafhankelijk zijn. De Van der Zanden is de wederpartij. Het is een schande. Mevrouw de voorzitter, de Haagse rechtbank is een levensgevaarlijke bende van pedofielen, krankzinnigen, zwakzinnigen. Een levensgevaarlijke gekken. En ik heb het aangedaan, want ik heb Westerberg afgeschoten. En ik heb daar geen liefde voor gekregen. Maar ik sta geen concurrent onderscheiding, want dat zou moeten. Of journalistieke prijzen. Nee, ik ben daarvoor kapot gemaakt. Mijn hele leven is kapot gemaakt. Omdat ik een corrupte criminele Haagse vicepresident heb exposed als pedo-criminele. Weet je wel de schade die Westerberg heeft aangericht in Nederland? Maar wat ik dus eis na deze zaak, dat ik en mijn familie, en meneer Knevel en zijn familie, en meneer Kat en zijn familie, per direct getuigenbescherming krijgen. En eigenlijk moeten wij gewoon een vrijgeleide krijgen naar Amerika, naar Florida, waar wij wel gewoon ons verhaal kunnen vertellen. Meneer Van der Zanden die liegt over wat meneer Knevel zegt. De hele zaak Bodegraaf is niet alleen gebaseerd op meneer Knevel. Was het maar zo simpel, dan had ik ook me om kunnen keren en lekker leiderschapstrainingen kunnen geven. En dan had ik dit niet hoeven doen wat ik nu doe. Namelijk gewoon vastgezet worden door een advocaat die valselijk aangifte tegen mij doet. Ja, ik zit 22 uur per dag achter de deur. Op het moment dat ik aangifte tegen hem ga doen, want dat ga ik binnenkort doen. Ja, als ik de kans krijg vanuit de PI. Ja, maar de hele zaak Bodegraaf is niet uitsluitend op de verklaringen van meneer Knevel gebaseerd. Die is gebaseerd op veel meer getuigen. Ja, en dat is ook waarom ik mijn volle leven ervoor gegeven heb, letterlijk. Ja, ik offer mij op om dit onder de aandacht te brengen, meneer Knevel, de kans te geven dat ik zijn verhaal kan doen. Ze gaan er bijvoorbeeld al vanuit dat ik niet de waarheid spreek. Waarom is dat? Waarom luistert niemand naar mij? Waarom zijn de 80 pagina's niet ingevoegd? Ja, waarom doet u niet aan waarheidsvinding? Ik weet waarom u dat doet, omdat u dit bij dit netwerk hoort. En daarom, ik heb het al geprobeerd om u op een eerlijke manier te vragen, is niet gelukt. U bent compleet exposed. Mevrouw de kinderrechter onder Denning, u komt compleet ongeloofwaardig over. En u bent schuldig aan het opnieuw martelen van een SRA-slachtoffer. En dat doet mij ontzettend veel pijn. En ik wil dat u Wouter Raadgever, die het voor mij opgenomen heb, onmiddellijk in vrijheid stelt. Want u heeft smerige spelletjes gespeeld met de tegenstander. En dat is het ergste om niet naar mijn aangifte te luisteren. Ik kan u vertellen, mevrouw Hoekstra, als gevolg van het Reddeeljournaal zijn geen politici vermoord. Er is helemaal niemand vermoord. Het enige wat wij doen is waarschuwen tegen mensen die mensen vermoorden. Precies het omgekeerde.
Het laatste punt is dat ik, wat voor mezelf sprekend, ik heb helemaal niets fout gedaan als journalist. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Ik heb gewoon het verhaal van iemand gebracht, van Joost Knevel. Dat heb ik naar eer en vermogen gedaan, zoals elke journalist dat doet. Er is mij helemaal niets te verwijten. Net zo min als de journalisten van Argos iets te verwijten zijn. Het is al ter sprake gekomen. Die hebben onthuld dat een aantal topjuristen, allemaal leden van Minerva, in de Scheveningse bosjes een baby aan stuk hebben besteden. Waar de heer Demming zelf persoonlijk bij betrokken was. Evenals de bestuursvoorzitter van Pelsrijken en de hoogleven Fortuin, de heer Kiers. Gaat u afronden? Dat weet ik. Waarom deze journalisten van Argos, die werden ook niet door een hysterische van de zanden uitgescholden als complotdenkers. Die werden niet in verband gebracht met QAnon. Die werden niet in verband gebracht met 76. Anders zeg ik het gelijk. Wij hebben recht op dezelfde behandeling als de journalisten van Argos. Namelijk ook een commissie. En die commissie, dat moet de commissie Bodegraven worden. Een speciale commissie misschien met echte mensen, met echte rechercheurs. Die op basis van onze aangifte onderzoek doen wat er in Bodegraven gebeurd is. Dat is een heldere conclusie. Dank u wel. Het is zo spannend, mensen. Dit is zo'n history. Dit is zo waanzinnig materiaal. Het is nog nooit gebeurd dat we dus rechters in hun face confronteren met het sadopedo-netwerk. Met dat op de rechtbank in Den Haag, dat daar 's nachts orgieën worden gehouden. Waar kinderen, minderjarigen met zwepen worden mishandeld door rechters. Ja, ik heb het niet zelf bedacht. En hoe ze dan op reageren. Dat ze gewoon... Ik heb het met namen genoemd, bronnen genoemd. Er zijn brieven over geschreven aan de Hoge Raad. Dat moet ophouden met die rechters die zich 's nachts laten insluiten in de rechtbank. Want je kan toch niet 's nachts om 1 uur opeens de rechtbank binnenkomen. Dat valt op. Dus wat doen die rechters? Die laten zich insluiten. Die gaan gewoon niet naar huis. Die laten zich insluiten. En dan worden via een achterdeur of zo worden die kinderen naar binnen gebracht. En die worden dan met zwepen, worden die dus door die rechters gewoon, daar krijgen ze een kick van, worden die gewoon mishandeld tot bloedens toe. Dat is allemaal... Dat hebben we allemaal dus beschreven. En die rechters die worden natuurlijk helemaal gek daarvan. En de media natuurlijk ook. Moet je even voorstellen. Die media man. Die dus helemaal dat gaan beschermen. Die helemaal bezig zijn het allemaal af te dekken. Ja mensen, zonder jullie hulp kunnen we dit niet winnen. Dus deze bloemen. Die zijn voor de kinderen die voor mijn ogen vermoord zijn. Door Jaap van Dissel. Frans Bastiaanse. De grootste doofpot van Nederland mensen. Bodegraven is de sleutel naar de bevrijding. De kabalmoordenaars moeten opgesloten worden. Deze bloemen die gaan niet de prullenbak in, maar die gaan het water in. Ter nagedachtenis aan al mijn vrienden, speciaal Robert, Diemar en Marcel. Maar vooral voor de vermoorde kinderen. Rest in peace. These times.